الحمد لله تعالى خلق الإنسان على أحسن مثال وقسم الأرزاق والآجال والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى الآل والأصحاب مصابيح الدجى. We hadden het vandaag over de feit, de zin van de overlevering die in Sahih Muslim vermeld staat. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wie een weg inslaat zoekende naar kennis, dan verwijst hij naar religieuze kennis, want dan Allah zal voor hem een weg vergemakkelijken naar het paradijs. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wie een weg inslaat zoekende naar kennis, dat verwijst naar religieuze kennis. Kennis die te maken heeft met de kitab en sunnah. Kennis die te maken heeft met de islam. Want dan, Allah zal voor hem een weg vergemakkelijken naar het paradijs. En ik heb stilgestaan bij drie punten die hieronder vallen. Eén, het belang van kennis. En we hadden meerdere versen genoemd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Zijn degenen die weten gelijk aan degenen die het niet weten. Met andere woorden, zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben. Degenen die kennis hebben over de tawhid, over Allah subhanahu wa ta'ala, en dat ze hem alleen aanbieden en dat zij geen deelgenoten kennen naast Allah, gelijk aan mensen die wal'iyadu billah alleen maar achter het wereldse gaan en dat ze Allah subhanahu wa ta'ala vergeten bij alles wat zij doen. Ze zijn zeker niet gelijk. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in een andere vers, zijn de blinden gelijk aan de zienden? Ze zijn niet gelijk. Zijn de duisternissen gelijk aan het licht, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Iemand die kennis heeft over de islam, en iemand die dat ook praktiseert, en iemand die Allah subhanahu wa ta'ala daarmee tevreden maakt, is het gelijk aan iemand die blind is, wal'iyadu billah, dat hij de waarheid niet ziet. En zoals ik ook de vers van de Koran heb genoemd, Allah subhanahu wa ta'ala zei, degene die hiermee bedoeld worden, dus de blinden, het heeft niets met de ogen te maken, beste broeders en zusters, maar het heeft juist te maken met de bedorven of verdorven harten, dat zij de waarheid niet zien en de waarheid niet accepteren en aanvaarden, wal'iyadu billah. En ook dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran noemt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala om niets vermindering of vermeerdering vroeg behalve als het gaat om kennis. Dus behalve vermeerdering van kennis heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gevraagd. Niet om vermeerdering van bezittingen of geld of rijkdom. Nee. En daarom zei hij, wa qur rabbi zidni ilma. En zeg, o Allah, vermeerder mijn kennis. Dat hij meer kennis gaat hebben over de godsdienst van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook de woorden van Allah. Naam. De geleerden zijn degene die Allah subhanahu wa ta'ala het meest vrezen. Zoals ik dan zei, omdat zij kennis hebben over Allah. Kennis hebben over de Koran, over de sunnah, over de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zij dat ook praktiseren, beste broeders en zusters. En daarom hebben zij zo'n hoge positie bereikt bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ook de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei dat Allah subhanahu wa ta'ala de bezitters van kennis opheft en rangen. Bij hem subhanahu wa ta'ala. Hoe meer kennis, hoe hoger jij gaat stijgen bij de rangen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ook in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als Allah subhanahu wa ta'ala het goede met een persoon wilt, wat dan geeft Allah subhanahu wa ta'ala degene begrip over de godsdienst. Als Allah subhanahu wa ta'ala het goede met jou wilt, beste broeder en zuster, wat dan zul jij kennis opdoen over de islam. Kennis opdoen over de Koran en sunnah. Dus Allah subhanahu wa ta'ala geeft alleen zijn geliefde kennis over de godsdienst. Met andere woorden, het wereldse geeft hij aan alle mensen, behalve de kennis, de religieuze kennis, geeft hij alleen maar aan zijn geliefde, beste broeders en zusters. En ook, beste broeders en zusters, zijn de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de overlevering. Dat hij kennis niet ontneemt, dat hij dat ontneemt van de borsten van mensen. Nee, hij ontneemt kennis middels het laten sterven van de geleerden. En als de geleerden komen te sterven en dat geen geleerden overblijven, wat dan?
dan nemen de mensen onwetende personen als voorbeeld. En dat ze hen ook vragen stellen. En wanneer zij gevraagd worden over zaken die zij niet weten, wat doen zij dan? Dan geven zij verkeerde antwoorden, wal'iyadhu billah. En dat ze daardoor gaan dwalen en dat ze anderen laten dwalen. Subhanallah. En ook, beste broeders en zusters, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Zoals we bij punt 2 hebben behandeld, beste broeders en zusters, kennis heeft twee soorten. Verplichte kennis, noodzakelijke kennis, wat alle moslims dienen te weten als het gaat om zaken van tawhid, als het gaat om de ibanat, om dat op de beste wijze te kunnen verrichten, de aanbiddingen, en ook als het gaat om hoe jij met de mensen dient om te gaan. Hoe jij dient te handelen, bijvoorbeeld. Deze zaken vallen onder de verplichte kennis, wat alle mensen dienen te vergaren, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zei, en weet dat la ilaha illallah is, of wat la ilaha illallah is. Met andere woorden, ga kennis vergaren over de tawhid. En over de belangrijke zaken voordat jij een daad gaat verrichten. En ook hebben we een soort kennis wat eigenlijk een verplichting is voor de gehele umma. En als een deel van de umma dat nakomt en opdoet, dan worden de rest van de umma niet verweten. Dan begaan zij geen zonde. En dat is zeker altijd nodig, beste broeders en zusters. Nou, en de laatste zaak, zoals ik al zei, jij gaat kennis vergaren, beste broeder en zuster. Niet alleen maar voor kennis, om meer kennis te hebben. Jij gaat kennis ook doen, zodat jij Allah subhanahu wa ta'ala daarmee kan tevreden maken. Zodat deze kennis niet tegen jou gaat getuigen, jouw qiyama. En daarom zijn de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de overlevering. Als iemand kennis ook doet, kennis die men gebruikt om toenadering te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat hij dat opdoet alleen om het wereldse te behalen, hij zal de geur van het paradijs niet ruiken. Met andere woorden, hij begaat een zonde, wal'iyadhu billah. Een zware zonde, wal'iyadhu billah. En daarom dienen we juist deze kennis wat wij horen te vertalen, te gaan omzetten en daden, beste broeders en zusters. Zodat het jouw qiyama niet tegen ons gaat getuigen. Alles wat je hoort aan kennis, aan religieuze zaken, die jij onmiddellijk te gaan vertalen in daden, beste broeders en zusters. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين